In 2017 was ik net 1,5 jaar uit een gesloten instelling. En toen was ik net begonnen met school. Ja, ik was eigenlijk net weer een beetje in de vrije wereld en zoekende naar wat ik in mijn toekomst wilde gaan doen. En toen werd ik dus aangemeld via een docent voor het scholarship. Ik heb best veel meegemaakt vroeger en als je dan weer vrijkomt, dan ga je alles heel erg waarderen. Dus zo waardeerde ik ook het feit dat ik weer naar school mocht. Dus toen ben ik met de volle 100% erin gegaan. En dat viel hem heel erg op. Hij kende iemand die voor StreetPro werkte en zo had hij mij een keertje uitgelegd. Nou, dit houdt het in. Zou je het leuk vinden om je aan te melden? Ik zat toen in het eerste jaar van de opleiding International Hotel Management. En toen een keer was ik gewoon in de kantine op school en toen werd ik gebeld van je bent uitgenodigd, je mag een bootcamp. En dan kom je daar aan. Gelijk werden we door iemand gezegd van we gaan nu een soort van workout doen. Maar het was letterlijk gewoon echt urenlang rennen. En niet gewoon rennen, maar echt met touwen sjouwen en dozen met spullen erin en kruiwagens. Het was heel erg, ik weet niet, heel intensief. En toen moest je dus je levensverhaal gaan vertellen en moest je delen met die 2 of 3 andere jongeren die bij je waren. Ja, en dat is gewoon heel heftig. Er komen heel veel emoties bij kijken natuurlijk, want er is heel veel gebeurd in mijn leven, maar ook in die van de rest. En dat komt dan soort van terug. En het fijne daaraan is, je zegt het zelf, maar je helpt jezelf er ook mee tegelijkertijd. Het klinkt heel raar, maar het is een soort van zelftherapie. En dan is het heel mooi dat je die 2 anderen hebt die je gewoon daarmee steunen. En ja, je leert jezelf heel erg kennen. Je kan daarna, lijkt echt alsof je de wereld gewoon aan kan. Ik zat dus in de eerste en de opleiding, de International Hotel Management, dat is 1 jaar in het buitenland. Dus in het derde ben ik ook inderdaad naar het buitenland gegaan. Ik heb 1 jaar in Parijs gewoond. En daarbij heeft de scholarship mij echt super, gewoon heel erg mee geholpen. Want het kost natuurlijk heel veel geld om in het buitenland te gaan wonen. Je huis, je huur, je eten, alles moet je betalen. En als ik de scholarship niet had gewonnen, zou ik in principe een bijbaantje moeten nemen. Waardoor ik niet zoveel tijd had om zeg maar, me te focussen op school en studie. Dus ja, het is eigenlijk alleen maar beter geweest voor mij. Ja, ik heb mijn mbo gelukkig afgerond dit jaar. Ja, ik heb mijn diploma gehaald, daar ben ik ook super blij mee. Ik wilde verder gaan studeren, ook een internationale opleiding. Maar ja, vanwege het corona is het allemaal uitgesteld. Ga ik proberen over een maand weer aan te melden voor een vervolgopleiding. Als je mij dit 5 jaar geleden had gevraagd, dus zat ik nog bij wijze van spreken in een gesloten instelling. Waarvan iedereen dacht in mijn omgeving, dat komt nooit meer goed. Het is gewoon een hopeloos geval, dat meisje. Maar ik ben eruit gekomen, ik heb een scholarship gewonnen en ik ben gewoon naar school blijven gaan. Ik heb een prachtige stage mogen doen in Parijs, dat ook gewoon mede komt door KPMG. En ik heb nu mijn school afgemaakt. En ik heb ook zoiets van, als je iets wil, dan kan het ook, zolang je er zelf maar in gelooft.